De 27-jarige Christian Gura woont in Korçë. Deze stad in Albanië ligt zo'n 19 kilometer vanaf de grens met Griekenland. Hoewel de omgeving mooi is, staan de levensomstandigheden van zijn familie daarbij in schril contrast. De armoede is groot. De vervallen huurwoning ademt de moeilijke levensomstandigheden van Christians familie. Voor veel jonge mannen valt het niet mee om in Albanië een bestaan op te bouwen. Dat gaat ook voor Christian. Via onze partnerorganisatie heeft de jonge vader de mogelijkheid gekregen om een eigen bedrijfje als fietsenmaker te starten. Die inkomsten zijn hard nodig. Ook in huis is de armoede zichtbaar. In deze ruimte moet Christian met zijn vrouw, kind en ouders leven. Zijn vrouw en kind zijn alles voor hem. Hij wil dan ook niets liever dan zelf zijn jonge gezin onderhouden. Vandaag is iedereen blij. Er is een voedselpakket gebracht. Iets wat de familie niet kan missen. Het is tijd om aan het werk te gaan. Christian heeft via onze partnerorganisatie de kans gekregen om van zijn hobby, fietsen, zijn werk te maken. Hij sleutelt er dan ook dagelijks aan. Deze fiets is gerepareerd en kan terug naar de eigenaar. En dat doet Christian graag zelf. Christians vader gaat als de weersomstandigheden het toelaten regelmatig naar de markt in Korçë. Daar verkoopt hij tweedehands spullen om op die manier aan extra inkomsten te komen. Christian gaat dan met hem mee en verkoopt de reserveonderdelen van fietsen. Als het kan, repareert Christian kapotte fietsen zelfs ter plekke. Zo te zien heeft Christian weer een fiets klaar. Hij is zelf pas tevreden als zijn klanten dat ook zijn. Hoewel Christian met zijn bedrijf op de goede weg is, blijft steun voor hem en zijn gezin onmisbaar. Samen met zijn vrouw neemt hij deel aan trainingen vanuit Dorcas Albanië om de groei naar zelfredzaamheid blijvend te bevorderen. Zo bouwt dit jonge gezin aan een waardig bestaan voor henzelf, maar ook voor hun zoontje.